are dark. The answers are inside the car. Memories focused here without revision. The telephone's on my ear in indecision. I'll meet you in a northern ocean town. We'll drink our own drinks, then we'll settle down. Showed up at your doorstep. And I saw nothing here but you. We zijn weer terug, dames en heren. Welkom vanuit de Amsterdam Arena. Mijn naam is Evert de Napel. Dobroslav Zmora maakt zich op om de wedstrijd te gaan fluiten. De klasse druipt van het paasje af. Snijder zit hem op de hielen. José Callejón. Hij speelt graag op het randje van buitenspel. Maar dan moet je timing wel goed zijn natuurlijk. En weer terug die bal. Goed gezien, zeg. Hij zag het gebeuren. En deed wat hij moest doen om die bal te onderscheppen. Al zo'n afstand dat deze doelman zich echt niet passeren. Snijder heeft de bal. En wat wordt daar goed verdedigd, zeg. Wat een optimist. Het schot. Een geweldig hard schot. Maar de keeper heeft prima werk verricht daar. En die bal gaat achter. Het is een hoekschop. En deze corner draait op niets uit. Verdediging alert. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Hij wordt ondersteund door zijn medespelers. Hij loopt de bal over de lijn onder druk van de verdediger. Emanuelsson. De keeper mag trappen. Zonder kaart vanaf. En we krijgen een combinatie te zien. De scheidsrechter laat de muur naar voren kruipen. Hij wordt op een correcte manier van de bal afgezet. Dit is Snijder. Ja, en nu? Daar gaat hij. En daar is het enige doelpunt tot nu toe. De La Roca. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Dat was een zeer matige opbouw. Ze zijn de bal alweer kwijt. Huntelaar aan de bal. Rajan Huntelaar speelt altijd vrij diep voorin. Maar probeert bij balverlies ook meteen de opbouw van de tegenstander te verstoren. De bal gaat over de achterlijn. Dat wordt een doeltrap. Slim.
Slim onderschept door de achterhoede. Die passeer niet zomaar. Laat zich niet uit balans brengen door die sliding. De voorzet belandt bij een verdediger. Ja! José Callejón. Huntelaar heeft hem. Nu dan schiet. Ja, probeert het. Het gevaar blijft. Jones. Knap verovert de bal daar op het middenveld. Net op tijd onderschept. Moeie hard, een gevaarlijke situatie. Jones. De verdediging werkt niet mee. Mooie actie van die verdediger. Wat een inzicht. Schitterend paasje. Fantastisch uitverdedigd. Hij heeft zijn team echt een dienst bewezen. Emanuelsson. Sneijder aan de bal. Een schot. Totaal mislukte paas. Bal gaat over de zijlijn. Daar zal hij toch van balen hoor. En die voorzet is voor de verdediger. De La Roca. Ja, en nu? Sneijder heeft de bal. Huntelaar. De La Roca. Van Ginkel. Terugspeelbal, dat vindt het publiek niet echt leuk. Nou, hij gaat schieten. Ja, en nu? Fraai. Goed gedaan. Mooi schot. Nu komt het. Balbezit. Ja, en nu gaat op het doel af. Die bal gaat over de achterlijn corner. In de handen van de keeper, die bal had in het hoekje gemoeten. De eerste helft is gespeeld, 1-0 is de stand. En maar eens kijken wat de tweede helft ons te bieden heeft. Ze zijn gewoon over ze heen gewalst in de eerste helft, Jury. De scheidsrechter heeft alles in orde bevonden en we kunnen dus weer van start. Ja, en nu? Gevaarlijke paas, maar toch onderschept. Sneijder. En zo raken ze de bal weer kwijt op het middenveld. Sneijder aan de bal.
hij zelf van de schot vond. Ja, dit wordt hem. Dat levert gevaar op zo'n schot. Bal komt terug. De voorzet is niet goed, komt niet bij een medespeler terecht. Komt niet verder. De scheidsrechter heeft een overtreding geconstateerd. Ik ben benieuwd of er zo een kaart tevoorschijn komt. De scheidsrechter trekt een gele kaart. José Callejón. Narsing. Huntelaar! De bal komt op zijn kop terecht. Raak, hij zit. Dat was een prima doelpunt. Dat is pijnlijk voor de keeper. Hij stopte de eerste inzet, maar de bal belandde voor de voet van de aanvaller. En die wist er wel raad mee. Hij lijkt bijna niet meer te kunnen, maar gaat toch door. En hij is de bal kwijt. Sneijder ontwijkt de inglijdende man. Wil het te mooi doen en verspeelt het balbezit. Mooie actie van die verdediger. Wat een inzicht. Vrije trap. Ze strijden om de bal. En daar ging hij weer. Hij schiet. Het is een doelpunt. Prima doelpunt. Goed uitgespeelde kans. Geweldige redding van de keeper, dat eerste schot. Maar de aanvaller hoefde de bal er daarna maar in te tikken. Deze twee teams zijn duidelijk niet van hetzelfde kaliber. Dit is Sneijder. En wat wordt daar goed verdedigd, zeg. Prima onderschepping daar. Kiest voor een volley. Bij het biljarten zeggen we dan, die bal is heel dunnetjes geraakt. Ja, had een volle moeten raken, heeft het goed gezien. Ja, en nu? Schiet! Gered, maar de bal komt terug. Knap ontweken hoor, die sliding. Overtreding. Wat doet de scheidsrechter? Emanuelsson. Slimme ingreep op het middenveld en wisseling van balbezit.